Stripvrienden, eindelijk heb ik de trilogie compleet. Nee, niet van Star Wars en ook niet van Lord of the Rings of The Hobbit. Nee, van Café Koala. Eindelijk heb ik ze alle drie. Ah, dat voelt goed. Dat voelt heerlijk. Want oktober vorig jaar heb ik een vlog gedaan over deze. Café Koala deel 3. Dat was de eerste keer dat ik kennis maakte met de, ja, absurde humor van Bruno de Rover. Je weet wel, die ook die scenario schrijft voor J.Rom Force of Gold. Waar ik ook heel erg gek op ben. Maar dit is totaal iets anders. Dit is ook iets wat hij al deed voordat hij met J.Rom bezig was. Dat is even heel belangrijk. Ik heb ook bij de presentatie van dit album een interview met hem gedaan. Waarin hij wat meer vertelt over hoe hij met de reeks begonnen is. Maar vooral ook even waarom het bij het derde deel is gestopt. Dit is het eerste deel. Ja, het is zo raar, hè? Ik heb het idee dat ik hem nu in de omgekeerde volgorde aan het bespreken ben. Want ik ben begonnen met deel 3. Ja, en ik heb inmiddels ook deel 2. En nu heb ik dan ook deel 1. Dus de tijd gaat een beetje terug, lijkt het wel. Gelukkig hebben ze wel even iets extra's gedaan bij dit album. Dit album heeft 12 pagina's meer dan de andere twee hebben. Dus de andere twee hebben allebei 48 pagina's. Dit album 60 pagina's. Dus het is niet zozeer van, hè, als je al de originele versie hebt, zo van waarom moet ik dan deze nou kopen, want dan heb ik hem toch al. Nee, hier zit 12 pagina's meer absurde humor in. Kijk, dat is een hele belangrijke reden om hem te kopen. En ja, wat kan ik nog meer vertellen? Ik hou van deze strip. Dat hou ik al vanaf het moment dat ik dat album las. En vandaar dat ik eigenlijk ook het beste zeg van, ga even mijn vlog bekijken wat ik van dat album gemaakt heb. Dat heb ik zelf namelijk ook even gedaan. Omdat ik dacht van ja, ik kan wel weer helemaal gaan uitleggen waar Café Koala over gaat. Waarom ik het zo leuk vind. Terwijl ik dat eigenlijk al gedaan heb. Dus ik wil mezelf ook niet gaan herhalen. Ik wil heel kort even, als je geen zin hebt om die andere video te gaan bekijken. Heel kort even, politiek incorrecte, kindonvriendelijke humor die niets of niemand spaart. Nou, dan heb ik denk ik wel ongeveer aangegeven waar het voor is. Nou, als je dan nog steeds hebt van, nou, dat klinkt wel interessant, dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel en ga hem halen. Want ik vind hem absoluut geweldig. Ik heb genoten en ja, het is te veel om op te noemen. Ik heb 3 leuke grappen uitgekozen waarvan ik denk van, die vind ik heel erg gaaf. Die ga ik je nu laten zien. Dit zijn een paar voorbeeldjes van dit album. Wat je hierin kunt vinden, de humor die erin is. Nou, ik vond die erg leuk en er staan er nog veel meer in. Het was een hele moeilijke keuze om er 3 uit te kiezen. Maar ik denk, ik ga me deze keer eens beperken. Want ik heb zoiets van, over zo'n album, daar moet je gewoon niet te veel over zeggen. Dat moet je gewoon lekker gaan lezen. Dus vandaar, Café Koala, het eerste deel, extra dik, ligt bij de stripwinkel. Vind je het leuke humor? Ga hem halen. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Oh ja, en vergeet natuurlijk ook niet het interview met Bruno erover te kijken.